Ik ben vandaag op bezoek in Den Helder. Ik ben op bezoek bij de vissers, Dirk Kruip en Jurie Post. Ik wilde het verhaal van de vissers zelf horen. Ze krijgen eigenlijk overal de schuld van wat er niet goed gaat op de Noordzee. En ik vind dat hypocrisie. Aan de andere kant zie ik dat de hele Noordzee wordt volgebouwd met windturbines. En dit is nog maar het begin. En ik wilde gewoon hun eigen verhaal aan horen. En ik ben echt onder de indruk. Het is schrikbarend. Het staat er heel slecht voor op het moment. Want we staan nu aan boord van onze vaartuigen. En die vissen nog met puls. Dat mogen we tot 1 juli doen. Nou, de andere uitdaging is het beleid van de ruimtelijke ordening op de Noordzee. De windmolenparken die maar lukraak gebouwd worden zonder goed onderbouwd onderzoek. Daarnaast worden die gecompenseerd. Industriegebieden worden gecompenseerd met natuurgebieden. Ja, en voor die vissers is bijna geen ruimte meer over. Ik denk dat wij gewoon te veel zien wat er op zee gebeurt momenteel met die windparken. Want die natuur die wordt gewoon gesloopt en wij als vissers zien dat. Wij zijn eigenlijk de stille getuigen op zee. En als wij met onze verhalen komen, wij krijgen steeds meer onzin vanuit die NGO's. Ik vind die NGO's, die wil ik op een verantwoording wijzen. Gaan jullie eens zelf eens kijken op die Noordzee wat daar aan de hand is. En zorg ervoor dat op die manier dat jullie je achterban bedienen. Want jullie zeggen de beschermers van de Noordzee te zijn. Maar eigenlijk zijn jullie de vijanden van de Noordzee. Wij zijn de beschermers van de Noordzee. Want wij zorgen voor gezond voedsel. En die vangen we op een duurzame manier met een innovatief vistuig. En dat vistuig, dat hebben jullie verboden. Nou, het is goed dat wij als vissers ons eigen verhaal kunnen doen, want er is zoveel misinformatie wordt er verspreid in het Europarlement en ook in Nederland, in de Tweede Kamer. Daar hebben we nu gelukkig een aantal mensen die wel verstand van zaken hebben en we hebben daardoor onze Europarlementariër ook vandaag ons verhaal verteld, zodat ook ons eerlijke verhaal wordt verteld in het Europarlement en in de Tweede Kamer.